Opdracht 7. Voor elke positieve waarde van A geldt de grafiek van FA snijdt de x-as in precies 1 punt S met x-coördinaat xs. De grafiek van FA heeft 1 top T met x-coördinaat xt. In de figuur zijn voor een waarde van A de grafiek van FA en de punten S en T weergegeven. Je ziet hier de top. Je ziet hier snijpen met de x-as. De vraag is, bewijs dat voor elke positieve waarde van A de verhouding xs gedeeld door xt constant is. Ik denk dat het vanzelf spreekt dat je het snijpunt met de x-as wil berekenen. Dus y is 0 en je wil de top berekenen. En als er staat bewijs, moet het allemaal algebraisch. Dus we gaan de top berekenen, de x-coördinaat van de top berekenen. En we gaan het snijpunt met de x-as berekenen. Nou, laten we beginnen met het snijpunt met de x-as. Dus we nemen voor fa x. Dus voor de i nemen we 0. Dus x min x ln ax is 0. Kunnen we x bij de haakjes halen. Dat is x 0. Dus volgens mij is dat zelfs een gat. Want je kan geen ln 0 krijgen. Dus deze voldoet sowieso niet. Maar we gaan verder kijken met 1 min ln a x is 0. Dus ln a x is 1. A x is dus e. Want de inverse van ln is e. En we willen de x-coördinaat weten, vergeet dat niet, we hebben wel twee onbekende, maar we willen de x-coördinaat weten, dat is dus e gedeeld door a. En deze x-coördinaat is dus van s. Nu gaan we de x-coördinaat van t proberen te bepalen. En dat doen we dus door middel van de afgeleide. Dus f accent is... afgeleide van x is 1. Hier moeten we de productregel gebruiken. Dus dan zeggen we afgeleide van x is 1. Dus 1 keer ln ax. Ik ga hier wel even een haakje openen doen. Want we gaan dit differentiëren. Alleen staat een minnetje voor. En dan plus x keer. Wat is de afgeleide van ln ax? Dus de afgeleide van ln ax, dat is de kettingregel, dus a keer 1 gedeeld door x. 1 gedeeld door ax in dit geval. En a gedeeld door a is dus 1 gedeeld door x. Dus dan krijgen we hier 1 gedeeld door x. X keer 1 gedeeld door x is 1. Dus dan krijgen we ln ax min 1. En dat is dus min ln a gedeeld door x. Goed, dit is dus de afgeleide. En waarom waren we aan het differentiëren? Omdat we de helling weten van x van t. Dat is namelijk 0. En dus moeten we dit gelijkstellen aan 0. Eerst gedeeld door min 1, dat blijft gewoon 0. En daarna gaan we de inverse van ln gebruiken, dat is de e. Dus we krijgen e tot de macht 0, dat is 1. En dan zeg je x is 1 gedeeld door a. En dit is de x-coördinaat van t. Dus, we hebben de x-coördinaat van s. En we hebben de x-coördinaat van t. En we moeten aantonen dat xs gedeeld door xt constant is. Dus we doen e gedeeld door a gedeeld door 1 gedeeld door a. En hier moet dus gewoon een getal uitkomen. Geen onbekende,
geen variabele of iets. Wat is delen door een breed? Dat je deelt door 1 gedeelde a. Dat is hetzelfde als vermenigvuldigen met de omgekeerde van de breuk. Dus keer a gedeeld door 1. En dan krijg je e keer a gedeeld door a keer 1. Waardoor je dus die a en die a met elkaar weg kan strepen. En dan hou je dus e gedeeld door 1 is e. Dus constant. Want e is gewoon een getal. Wil ik een getal schrijven en constant, schrijf ik dus constant.